naam is Maarten Smolders. Ik ben tennenmanager bij Volkerrail. En vandaag heb ik jullie meegenomen naar een materialendepot van een van onze ketenpartners in Wijk Beduursteden. Om mij heen zien jullie diverse objecten die zijn vrijgekomen uit projecten uit diverse regio's. Die materialen, zoals je hier ziet, die kunnen vaak nog heel lang mee. Maar ze hebben een voorgeschreven levensduur. Er zit een hele grote potentie om deze her te gebruiken in andere projecten, maar die wordt vaak onvoldoende benut. Het hergebruiken van materialen hebben wij onlangs toegepast in een tender. Duurzame BBV Zeeland NCBG. Dat staat voor het vernieuwen van bovenbouwmaterialen zoals spoorstaven, dwarsliggers, ballast en wissels. Op opstelsporen en industriesporen. Het doel van dit project is om samen met ProRail te bekijken hoe zoiets nou zo duurzaam mogelijk uitgevoerd kan worden. En met name de focus op circulariteit. In ons plan moesten we de beste innovatie benoemen. Daarbij hebben we gefocust op materialen die veel impact hebben op het milieu en waarvan grote aantallen voorkomen, zoals die spoorstaven, wissels en dwarsliggers. Bij andere werkzaamheden in de regio komen dit jaar grote hoeveelheden van deze materialen vrij. Deze zijn daar wellicht niet meer geschikt, maar wel op locaties als bijvoorbeeld opstelterreinen. We zien deze projecten als oogstlocaties waarbij we de term inframining aan hebben gehangen. De materialen worden verzameld op een centrale plaats in de regio. Hier wordt onderzocht wat de restwaarde van de producten is en worden de grondstoffen waar nodig gescheiden. Deze informatie wordt digitaal vastgelegd en daarmee worden ze traceerbaar en wordt ook inzichtelijk waar ze nog toegepast kunnen worden. In ons project hebben we gefocust op haalbare maatregelen, het concreet maken van de effecten en de manier van samenwerking die daarvoor nodig is. Dit wordt zeer gewaardeerd door ProRail, waarvoor we 3 tienen hebben gekregen, waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn. Ook is het heel belangrijk dat deze maatregelen die we benoemd hebben weer toegepast kunnen worden in toekomstige projecten. En met de resultaten die we behalen op dit project kunnen we een nieuwe standaard zetten voor de projecten in de toekomst.